Goedemorgen heren, daar ben ik weer. Welkom bij mijn7.nl. Welkom hier in onze winkel in het mooie Naarden. Zoals jullie hier zien staan, ga ik het dit keer hebben over scheerkwasten. We kregen veel klanten over de vloer. En ook heel veel klanten die net overstappen op het klassieke natscheren. Ja, en die hebben natuurlijk gewoon een mooie scheerkwast nodig. En die vinden ze natuurlijk bij ons. Dus die komen hier binnen. Veel vragen over hoe moet je een scheerkwast gebruiken. Wat voor soorten scheerkwasten zijn. Wat voor type haren. Wat is wel geschikt voor mij en wat niet. Nou, daar ga ik even wat over uitleggen. Ik heb er wat op een rij te staan. En ik begin uiteraard eerst met de scheerkwasten. Varkenshaar. Ik heb hier twee staan. Dit is altijd een kwastje, daar word ik altijd heel erg blij van. Het is een leuk varkensharen scheerkwastje. Dit is van het Portugese merk. Ik moet altijd een beetje opletten op mijn uitspraak, want mijn Portugees is niet zo denderend. Het is de Antiga Barbaria de Bairro, hele mond vol. Maar een leuk kwastje, varkenshaar. Verkopen we veel, deze kwastjes. Varkensharen kwastjes, die haren voelen een klein beetje stug aan. Als je dat vergelijkt met de andere type haren. Maar goed, daar ga ik zo wat over uitleggen. Voelen een beetje stug aan. Kun je prima je scheerzeep of je scheercreme mee opschuimen. Wat we ook vaak laten zien aan onze klanten. Dan heb je scheercreme of heb je scheerzeep, heb je schuim gemaakt. Nou, en hoe breng je dat aan op het gezicht? Nou, als je kijkt bij een varkensharen kwastje, dan moet je een wat meer ronddraaiende beweging maken. Dus niet zozeer een heen en weer beweging, maar eerder een ronddraaiende beweging. Nou, deze kwastjes, die kosten zo tussen de 15, 20, 25 euro. Ik heb hier nog eentje staan. Dit is een behoorlijke knoepert, een flinke kwast van het Italiaanse Omega. We hebben een aardig assortiment varkensharen scheerkwastjes van dit Italiaanse merk. Het is een robuuste kwast, een flink handvat van transparant plexiglas. Ook weer met varkensharen, haren van het varkentje. Ook een beetje stugge haren. Ja, dit zijn ook kwastjes, 20, 25, 30 euro. Heb je een prima kwastje met varkensharen. Scheerkwasten van dassenhaar. Nou, we hebben natuurlijk ook heel veel scheerkwasten met dassenharen. Flink assortiment. Je hebt er heel veel keuze in. Heel veel aanbod. Dit is maar een kleine beperkte selectie. We hebben natuurlijk uiteraard veel meer. Nou, ik heb hier onder andere een scheerkwast. Ja, mooi klassieke scheerkwast met dassenharen. Dit is van het Engelse Edwin Jagger. We hebben een gigantisch assortiment scheerkwasten, behoorlijk veel. Deze is heel populair, verkopen we dagelijks. Dit is een kwastje van 40, 45 euro. Best batcher kwaliteit, dus dat is een beetje medium, zacht, medium kwaliteit. Prima kwast, kun je mooi je scheercreme of je scheerzeep mee opschuimen. Gaat gewoon prima met een dassenharen scheerkwast. Deze verkopen nogmaals veel. Dit is een medium afmeting, best wel populair. Nou, de haren voelen ook gewoon heel prettig, zacht, comfortabel aan. Zachter en comfortabeler aan dan bijvoorbeeld de varkensharen scheerkwastjes. Nou, als je daar je scheerschijn hebt gemaakt met je dassenharen scheerkwast, ja, hoe moet je dat dan vervolgens opbrengen of opschuimen op je gezicht? Nou, in tegenstelling tot de varkensharen scheerkwastjes moet je een dassenharen scheerkwast aanbrengen en veel meer een strijkende heen en weer beweging doen. Dus niet een ronddraaiende beweging, maar eerder een strijkende heen en weer beweging. Ga ook de kwast niet plat drukken, of in je zeep of op je gezicht. Ik heb dat ook wel eerder uitgelegd in een ander filmpje over het onderhoud en het gebruik van je kwast.
ga die scheerkwast niet plat drukken op je gezicht of in de scheerzeep. Want ja, dan gaan die haren, die breken af, die gaan stuk. Je drukt hem helemaal plat. Ja, en dat is gewoon niet goed voor de kwast. Dat is gewoon hartstikke zonde. Dus nogmaals, niet zozeer ronddraaien of drukken. Nee, heen en weer met de punten van de haren. Nou, dit is een populair kwastje van Edwin Jagger. Nou, wat ik zelf een hele mooie kwast vind, is deze kwast van het Duitse Mühle. We hebben ook een aardig assortiment scheerkwastjes van Mühle. Dit is ook een mooie kwast met een handvat van olijfhout. Zit lekker in de hand. Lekker mooie. Ja, wat gewoon heel mooi zijn die vlammen van het hout. Schitterende kwast. Welke ook populair is. Is deze. Dit is ook van Mühle. Dit is de Mühle Stilo range. Een hele mooie, ja, moderne, strakke lijn van scheerkwasten, scheermessen met houdertjes enzovoort. Het is ook een dassenharen scheerkwast. Zit ook lekker in de hand. Zet aardig wat gewicht in. Staat als een huis. Verkopen ook veel. Dit zijn allemaal een beetje medium afmetingen. Wat je ook ziet, hè, bijvoorbeeld bij Edwin Jagger. Dit is bijvoorbeeld eerder een XL afmeting. Hè, dus zeg ze even naast elkaar. Dit is een medium afmeting en dit is een XL afmeting. Beide schuimen allemaal even mooi op. Ja, het is wat je gewoon prettig vindt of wat je mooi vindt. Medium of XL. We hebben ze allemaal in het assortiment. Dat waren de verschillende scheerkwasten van dassenhaar. Je hebt verschillende kwaliteiten dassenhaar. Ik had het net al over Best Badger. Maar je hebt ook Super Badger. Dat is al wat zachter. Wat mooier. En ja, eigenlijk wel de mooiste en de zachtste. En de meest luxe haren. Dat zijn wel de zilverspits haren van de das. Scheerkwasten van synthetisch haar. Nou, we hebben ook uiteraard scheerkwasten van synthetisch haren. Wat je ziet is dat de afgelopen jaren hebben de verschillende scheerkwastfabrikanten, dan hebben we het over Mühle, dan hebben we het over Edwin Jagger, het Italiaanse Omega. Die hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het verder perfectioneren van de synthetische haren. Nou, ik heb hier eentje van Edwin Jagger. Dat is ook een leuk kwastje, medium formaat. Lijkt eigenlijk gewoon heel veel op het scheerkwastje met de dassenharen. Verkopen veel. En wat je ziet is dat die haren, die synthetische vezels, ja, die lijken gewoon heel veel op. Ja, die komen heel veel overeen met die dassenharen. Voelt ook heel prettig aan. Heel zacht voelt het aan. Maakt ook mooie schuim. Hè, het opschuimen van je scheerzeep. Of je scheercrème gaat ook gewoon prima met een synthetische haren. Ik moet er wel bij zeggen, als je kijkt naar de structuur van dierlijke haren en van dassenharen. Die structuur van die haren zorgt er wel voor dat het opschuimen van je zeep of je scheercrème misschien net even iets vlotter en mooier gaat en makkelijker gaat vergeleken met een synthetische scheerkwast. Maar goed, dat gaat ook prima met deze kwast. Verkopen we ook veel in onze winkel. Ja, dan kom je ook best wel veel klanten binnen. Die hebben toch wel wat ethisch bezwaren tegen het gebruik van dierlijke haren in scheerproducten en in scheerkwasten. En die hebben toch liever een synthetische kwast. Prima. Sommige mensen zijn misschien een beetje allergisch. Voor hondenharen, kattenharen of dierlijke haren. Ja, als je daar toch een beetje bang voor bent. Hè, toch een beetje bang. Dat je misschien een allergie hebt voor dierlijke haren. Ja, dan zeg ik op mijn beurt. Ja, gebruik dan gewoon een synthetische scheerkwast. Hè, een kwast met synthetische haren. Gaat ook prima. Je bent veganist of je bent vegetariër. Prima, gebruik gewoon een kwast met synthetische haren. Nou, net als de scheerkwast van dassenharen. Als je je scheerschuim hebt gemaakt met je scheerzeep en je scheercrème, ook deze kwast ook weer aanbrengen en heen en weer
een strijkende beweging maken. Ga ook vooral deze kwast niet ronddraaien op je gezicht, plat drukken op je gezicht of in je zeep of in je kommetje. Nee, gewoon mooi heen en weer strijken over het gezicht. Dan gaat de kwast ook weer lang mee. Daar heb je er gewoon lang plezier van. Nou, dit is een hele populaire kwast. Ook deze kwast, ja, van Edwin Jagger bijvoorbeeld, 40, 45 euro. Dan heb je gewoon een prima kwast. Daar heb je de komende 5 of 10 jaar gewoon plezier van. Het grappige van deze Edwin Jagger scheerkwasten, die worden altijd standaard geleverd in een houdertje. En een scheerkwast, ik heb het ook wel vaker verteld in andere filmpjes, na gebruik, als je hebt geschoren, de scheerkwast goed schoonspoelen, even uitwapperen en op zijn kop ophangen in een houdertje. Dat geldt eigenlijk voor alle scheerkwasten, daar heb je er lang plezier van, dan blijft er gewoon lang goed. Dus altijd ophangen in een houdertje. Ik heb hier nog een andere scheerkwast met synthetische haren. Deze is van de Duitse Mühle. Dat is een mooie, mooie robuuste kwast van groot metaal. Er zit een aardig gewicht in. Ook deze, na gebruik, schoonspoelen, op z'n kop ophangen in het bij me horende houdertje. Zo, heren. Dat was het weer. Mocht u nog allemaal vragen hebben over onze scheerkwasten, ik zou zeggen, kom gewoon lekker langs in onze winkel. Hier staan ze allemaal op de plank. Je kan ze hier voelen, je kan ze hier bekijken, je kan ze hier vasthouden. We kunnen er alles over vertellen. Als je online wilt bestellen, ik hou je niet tegen. Klik hier gewoon op de onderste link. Ga je of naar mijnzeven.nl of naar mijnzeven.be. Kun je ze allemaal bekijken. En dan kun je ze online bestellen. Zo heren, dat was het weer. Tot de volgende keer.